Hoi. Hoi hoi, Iris hier. En leuk dat jullie kijken naar alweer het tweede filmpje van achter de schermen bij Once Upon a Time. En deze komende 2 weken ga ik jullie meenemen achter de schermen. Introduceer ik jullie met de nog niet genoemde castleden. En daarnaast zijn de komende 2 weken al steeds meer vorderingen als het gaat om het decor en de kleding. Dus dat is super spannend en super leuk. Het wordt ook steeds leuker eigenlijk naarmate er meer tijd vordert. En dus neem ik jullie graag mee achter de schermen. En mocht het jullie nou inspireren, en dat hopen wij natuurlijk van harte, om te komen kijken naar Once Upon a Time. Nou, doe dat dan vooral. Dat kan vanaf 26 december tot en met 3 januari. En reserveren kan via de site van Rabarber of via de site van Theater aan het Spui. Ja, en dan zien we jullie daar. Helemaal top. Kijk vooral lekker verder. En doe een duimpje omhoog. Top. Ik zit hier bij de twee, nou kunnen we wel bijna zeggen, hoofdrolspelers. Hallo, vertel even wat jullie rol is, alsjeblieft. Ik ben in cast Tumbleweed Maggie Smit. En ik ben dat in de andere cast. Ja, en in cast Cactus ben ik Lucille Mulhall. En dan ben ik Jane. Ja, en vertel wat over, want jullie spelen allebei Maggie. Wat, ja, wat is zij voor een persoon? Maggie is een meisje van onze leeftijd, ze is ongeveer 14. Ja, en ze weet niet zo goed wat ze wilt, want er zijn heel veel veranderingen om haar heen. Ja, de hele wereld lijkt te veranderen en zij is helemaal in de war. Ze weet niet meer wat ze wil en wie ze is. Ja. En dan gaat ze op zoek naar zichzelf en dan komt ze terecht bij de Cowgirls. En dat is wel heel spannend, yeah. Want dan komt er een kant van haar naar boven waarvan ze niet eens wist dat die bestond. Precies. Wow. Ja, super mooi gezegd. Wat is jouw naam? Mijn naam is Shona. En in het echt? In het echt heet ik Daphne. Ik zat al in mijn rol, kijk. Ja, je was helemaal in je rol. Nee, ik zat al in mijn rol. Mijn naam is Daphne. Ik speel Shona in het stuk, de moeder van Granny. En je ziet de chemie al. Ja, precies. Ja. En ik speel nog een cowgirl, Laura. Laura Bellion, toch? Ja. En ik speel nog gewoon worker. Jij bent alles. We hebben alle markten thuis gewoon. Ja. Hey! Vertel wat over jullie rol. Nou, wij spelen Calamity Jane. En dat is de leider van de Cowgirls. Yes, dus in het Wilde Westen sturen wij iedereen aan. Of zorgen wij dat er niet indringers allemaal zomaar bij ons kunnen komen. En wat voor type is die? Is de gezellige tante? Of nou, Jane is wel aardig tegen iedereen, maar ze is een beetje emotioneel afgesloten. Ja, okay, alleen tegen wie ze kent. Ja. Ze is echt zo, dus als je een vreemdeling bent, dan moet je echt oppassen. Ja. Woe. Sterk. Dus allemaal in de zaal oppassen. Wakker ladies! Het wordt weer echt gruwelijk mooi dag. De American Dream was voorbij. Dus jij maakt het heel erg daar. En jij denkt, nee, ik geloof er nog niet. Ja. Ja? Dus dat moet doorgaan. Dus arme Maggie. Hallo allemaal, welkom weer bij de Once Upon a Time vlog. Geweldig voorstelling. We nemen het even over, want Ines en weet ik wel wie al deze vlog maken, die kunnen er geen reet van. Dus we breken even in. We gaan nu weer het einde van het stuk even spelen. Gaan spelen? Talent spat er vanaf. Dus kom allemaal kijken naar Once Upon a Time, 26 december tot 3 januari, Theater aan het Spui.